Welkom hier aan de historische Laarmolen, de oude watermolen in Hoogstraten. In de vroege morgen van 11 januari 1814 was deze watermolen getuige van een historische veldslag hier in Hoogstraten. Deze historische veldslag in Hoogstraten was een zware reeks van schermutselingen langsheen de huidige Belgische-Nederlandse grens. Na 20 jaar Franse overheersing was het keerpunt in onze vaderlandse geschiedenis aangebroken. De Franse troepen van Napoleon Bonaparte werden hier aangevallen door een Pruisisch legerkorps onder generaal von Bülow en ondersteund door Russische kozakken en een Engelse invasiemacht die was geland in de Nederlandse stad Willemstad. Hoofddoel van deze aanval was het innemen van de belangrijke oorlogshaven en vesting Antwerpen, waar Napoleon nog steeds een aanzienlijke oorlogsvloot voor anker had liggen, het pistool gericht op het hart van Engeland, Londen. De strijd speelde zich niet enkel in deze omgeving af, maar ook in de omliggende dorpen. Dorpen zoals Meer, Wortel, Merksplas, Wustwezel, Loenhout, Oostmalle en Westmalle werden fel belaagd. De regio van de Noorderkempen werd letterlijk overspoeld door tienduizenden militairen. De Franse generaal Roguet, die hier in Hoogstraten zijn hoofdkwartier had gemaakt, stond aan de leiding van een elite-divisie La Jeune Garde. Het Pruisische legerkorps had een aanzienlijke overmacht. En de Franse generaal Roguet begreep duidelijk dat hij ver in de minderheid was. Hij liet dan ook op alle bruggen langs de rivier de Mark versperringen aanleggen, barricades in het centrum van Hoogstraten en verschanste zich om de schok op te vangen. Vanuit de regio Breda vertrokken 3 aanvalsmachten richting Antwerpen. De eerste aanvalsmacht en de grootste aanvalsmacht had als doel om Hoogstraten in te nemen. De eerste aanvalskolonne onder leiding van de Pruisische generaal von Borstel ondervond zware problemen om over de bruggen van de markt te komen. De tweede aanvalsmacht trok richting Wustwezel en Loenhout en de derde aanvalsmacht vertrok vanuit Sundert richting Essen-Kalmthout om daar aansluiting te zoeken met de Engelse troepen. Daar het gros van de troepen samengetrokken was rond de omgeving van Hoogstraten, kwam het dan ook in die voormiddag en middag van 11 januari 1814 tot een regelrechte veldslag hier in de omgeving. Hier staan we bij de kerk van Minderhout Hoogstraten. In de voormiddag van 11 januari kwam het hier tot een bloedig treffen tussen de Pruisische aanvalsmacht en de Franse tirailleurs van de Jeune Garde die zich hier achter de kerkhofmuur hadden verschanst. Een tastbaar stukje bewijs van dit bloedig treffen is nog steeds dit dichtgemetst stukje muur in de kerk, waardoor een kanonsbal van de Pruisische artillerie is gevlogen. Bij de stormaanval van de Pruisische troepen vielen vele slachtoffers. Tot 3 maal toe chargeerden de Franse tirailleurs van de Jeune Garde met de bajonet om de kerk te heroveren. De stad Hoogstraten heeft momenteel een wedstrijd uitgeschreven voor een kunstwerk dat een blijvende herinnering zal zijn aan deze strijd. Het monument met als thema oorlog en vrede zal in de maand november van dit jaar onthuld worden. Nog een tastbaar bewijs van de slag bij Hoogstraten, de kanonsbal in de kerktoren van Wortel. Op zaterdag 3 en zondag 4 mei van dit jaar wordt de slag bij Hoogstraten tot leven gebracht door meer dan 800 Napoleontische reenactors. Het zal een ongezien spektakel worden met artillerie, cavalerie en infanteriegevechten hier op deze velden op het authentiek slagveld bij Hoogstraten. Gedurende het ganse weekend zullen deze internationale reenactors verblijven in een gigantisch tentenkamp, een historisch bivak dat de bezoeker op zaterdag en zondag kan bezoeken. Niet minder dan 600 infanteristen, 40 paarden en 16 kanonnen zullen de slag terug tot leven brengen. Het wordt de grootste nagebootste veldslag in Vlaanderen tot nu toe. Kom ons bezoeken in Hoogstraten tijdens het eerste weekend van mei
en keer met ons 200 jaar in de geschiedenis terug. Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze Facebookpagina of onze website slagvanhoogstraten.be. Tijdens uw bezoek kan u zelf kijken hoe dat men at, sliep en werkte in een militair bivak van 1814. Naast de reconstructie van de veldslag wordt er ook een historische markt georganiseerd. Beleef zelf tal van historische ambachten.